En hoe was je dag vandaag? Ja, op school ging het wel prima. En hoe gaat het eigenlijk met Tom? Ik wil hem echt heel graag een keer ontmoeten. Tom? Ja, met Tom gaat het goed. Ja, gelukkig, maar je moet hem echt een keer uitnodigen voor het eten. Dat gaat eigenlijk niet. Want ja, het is een beetje een strakke planning altijd zijn leven, weet je wel. Voetbal, school, druk. Vooral, ja. Wat jammer. Nou ja, misschien ooit een keer. Daarom. Ik ga morgen trouwens, moet ik met Fatima aan een project voor school. Is het goed als we dat hier doen? Ja hoor, prima. Gezellig. Pap, is het goed als ik morgen met een meisje van mijn klas aan een schoolproject zit? Welk meisje? Kim. En welk schoolproject? Voor CKV is het. Ja, en waar woont deze Kim? Deze Kim woont in Den Haag. Ja, ik bedoel een adres. Dat weet ik nog niet. Dan moet ik haar gaan aanvragen. Moet je even vragen? En hoe laat ben je dan thuis? Voor 6 uur, denk ik. 7? Ja. Oké, nee, is goed. Oké, top. Ja, ik weet het niet. Mijn moeder gaat het echt niet goedkeuren. Gewoon van mijn goed geloof en zo. Ja, oké, okay, maar op zich hebben we nog alle tijd om het geheim te houden. Dat ons helpen en zo. Ja, maar hij wou niet langskomen. Nee, oké, okay, maar het is aardig genoeg van hem dat hij gewoon berichtjes zal sturen en zo. En niet gewoon een soort van meedoet. Ja, dat is waar. Ik denk dat je moeder het anders echt wel meteen door heeft gehad. Hallo, met de moeder van Kim. Spreek ik met de vader van Fatima? Ja, daar spreekt u mee. Ja, ik wil wat belangrijks met u bespreken. Heeft u misschien tijd nu? Ja hoor. Als het echt belangrijk is. Zou ik dan misschien nu kunnen langskomen? Ja hoor. Ja, bedankt. Tot zo. Tot zo. Ik wil niet meer dat jij met Fatima omgaat. En waarom niet? Omdat ik erachter ben gekomen dat jullie een relatie hebben en ik keur dat niet goed. Laat het me uitleggen, anders. Nee, God keurt dit niet goed, dus ik ook niet. Fuck God! Hoe durf je dat te zeggen? Dat soort taalgebruik tolereer ik niet. Je hebt huisadres en je mag Fatima nooit meer zien. Als ik Fatima niet meer mag zien, dan wil ik jou ook nooit meer zien.